Goedendag. We begonnen deze dag best wel vriendelijk met ruimte voor de zon. Maar relatief ook lage temperaturen. Want op de Veluwe en in het zuiden van het land kwam het lokaal tot een graadje vorst. Maar inmiddels wordt de bewolking dikker en krijgt de zon het steeds moeilijker. En dat is op nadering van een storing. Want vooral later vandaag en ook morgenochtend. moet het verkeer rekening houden met wat regen. En vooral morgenochtend een aantal stevige buien. En dat heeft te maken met een storing die vanuit het zuidwesten ons land benadert. Op de satelliet zagen we Nederland vanmorgen nog grotendeels vrij van echt serieuze bewolking. Maar vanuit het zuidwesten wordt de bewolking dikker op nadering van die storing. En op de computeranimatie zien we het ook mooi terug. Het is een bandje met wat lichte regen, gevolgd door wat meer bewolking en nog wat buien. Die trekken later vandaag over ons land heen. Het stelt allemaal nog niet zo gek veel voor. Maar vooral morgenochtend gaat het om een aantal stevige buien... die snel van west naar oost over het land trekken. Er kunnen windstoten voorkomen van lokaal 80 km per uur. Maar in de middag klaart het alweer breed op. En dan is er ook de opmaat voor best wel een mooi weekend. Want een hoge drukgebied neemt het over. De kern ligt boven het continent. En duwt eigenlijk nieuwe storingen verder weg de oceaan weer op en dan is het eigenlijk allemaal best wel vriendelijk... met af en toe ruimte voor de zon... en over het algemeen droge condities. Maar nou, eerst vanmiddag nog. Vanmiddag neemt die bewolking dus geleidelijk aan toe. In het noorden van het land kan de zon nog tot later vanmiddag schijnen... maar over het algemeen krijgt de zon het dus echt moeilijk... en gaat er vanuit het zuiden wat lichte regen vallen. De temperatuur ligt aan het eind van de dag tussen de 7 en 9 graden... en er staat een meest matige zuidwestenwind. Vanavond trekt die wind iets aan... En voert uiteindelijk ook wat zachtere lucht aan. De temperatuur stijgt nog verder naar 9 of 10 graden, lokaal misschien zelfs 11. En op veel plaatsen valt er wat lichte regen of een enkele bui. In de nacht verandert daar niet veel aan. Pas aan het eind van de nacht trekken dus die stevige buien vanaf de zee Nederland binnen en dat kunnen een aantal pittige buien zijn, waarbij ook windstoten kunnen voorkomen van 70 of lokaal zelfs 80 km per uur. Morgenochtend moet de verkeer dan ook echt rekening houden met een aantal stevige buien en ook windstoten. En de temperatuur ligt morgenochtend voor die buien uit tussen de 10 en 12 graden. Maar trek die buien eenmaal over, dan zakt de temperatuur toch weer weg naar een graad of 8 à 9. Want het gaat om een koufront en dan komen we in iets frissere lucht terecht. In de middag is het weerbeeld over het algemeen vriendelijk, met ja, toch wel ruimte voor de zon en over het algemeen vrij droge condities met ook een stuk minder wind. En dan is dus ook de opmaat voor best wel een mooi weekend. Met af en toe ruimte voor de zon, maar ook wat nieuwe wolkenvelden. Het blijft droog en het is een stukje frisser, met 6 tot 8 graden. En in de nacht kan het een graadje vriezen. Maar na het weekend loopt die temperatuur weer op, wordt het allemaal weer wat zachter. Blijft in eerste instantie droog, maar later in de week neemt de kans op een paar buien toch weer toe. En ja, zicht op winterweer is er nog niet echt in de pluim. We zien dus wel dat koudere weekend terug met die twee frissere nachten. Maar u ziet het al, het blijft voorlopig toch echt wel aan de wat zachtere kant. Ik wens u een fijne dag!